Mijn naam is Geert en Waling, welkom bij Café Weltschmerz. En vandaag heb ik twee gasten, namelijk Stefan Ruitenbeek en Kate Sinja van het YouTube-kanaal Kierak. Welkom Stefan en Kate. Wij kennen elkaar sinds kort en ik was totaal geïntrigeerd door jullie filmpjes die we kunnen vinden op YouTube. En ik zal zorgen dat er onderaan ons filmpje ook even een link komt naar jullie site, jullie pagina. Kierak, Keeping It Real Art Critics. Keeping It Real Art Critics. Jullie zijn kunstcritici, jullie maken filmpjes en van een geweldige, laten we zeggen, nou ook kwaliteit, die lof wil ik meteen wel geven, maar ook met een hilarisch cynische ondertoon, als ik dat goed heb geïnterpreteerd. En ik vroeg me vooral af van de Keeping It Real, wat willen jullie eigenlijk bereiken met die kunstkritiek? Wat betekent dat real nou precies? Het is een soort zucht naar echtheid of zo. Wat is jullie kritiek op de kunstwereld? Stefan mag beginnen. Ik denk dat het te maken heeft met dat je over kunst wil praten zoals wij dat met elkaar deden. En wanneer je dat zeg maar verplaatst naar YouTube, dus in het openbaar gaat doen. Dus wat je eigenlijk met elkaar een beetje staat te smiespelen, misschien in de hoek van een opening. Als je dat dan laat zien en dat zou dan real zijn of zo. Ik denk dat het daarover gaat. Is het een zucht naar echtheid voor jou? Kate, dat je kunst wil bekritiseren omdat je iets mist, of dat je een soort hypocrisie ziet misschien in de kunst? Een zucht naar echtheid. Ik denk dat het heel erg een behoefte is die te maken heeft inderdaad met dat je wel echt wil kunnen zeggen wat je denkt en dat je dat ook heel serieus wil nemen. Dus dat je bijvoorbeeld een bepaalde fysieke reactie hebt als je een tentoonstelling binnenloopt en dat je serieus wil nemen wat je voelt en dat je dat dus ook wil gaan intellectualiseren, dus gewoon wil gaan uitleggen wat je voelt. En dat is een hele directe aanpak, zeg maar, waarbij je heel direct in relatie, in contact zit tot het kunstwerk en ook tot je gevoel. En ik denk heel vaak krijg je een soort omweg situatie waarin je eigenlijk rekening moet houden met de kunstenaar of met de galerie of allerlei mensen, allerlei gevoeligheden. Wat er precies bedoeld wordt met de expositie of met het kunstwerk wat je ziet. Want even voor de duidelijkheid, als we naar jullie filmpjes kijken, dan zien we vaak, het zijn verschillende vormen die jullie kiezen, maar vaak is het zo, het is een expositie, of het is een galerie of een museum waar je naartoe gaat. En jullie filmen daar met z'n tweeën of nog met andere mensen erbij. En dan film je ter plekke een soort kritische beschouwing, soms nog aangevuld met kritiek die je thuis of op een andere plek nog erin verweeft, maar waar je eigenlijk een soort totaalbespreking geeft van het kunstwerk, de kunstenaar en wat er eigenlijk de bedoeling is. En die totaalbespreking is altijd heel kritisch, dus het is letterlijk kritiek, maar het is ook tegelijkertijd een soort filosofische beschouwing op wat kunst zou moeten zijn. En dat is eigenlijk iets wat ik hier probeerde in de komende drie kwartier met jullie ook een beetje te doen. Namelijk gewoon te praten over wat is nou jullie drijfveer om die filmpjes te maken. Het is ergens tussen een heel belegen kunststofprogramma op de NPO en Pound of Geen Stijl-achtige filmpjes zitten jullie daar een beetje tussenin. Op een heel hoog niveau, maar tegelijkertijd met een soort bite, of met een soort, er zit altijd een soort pijnlijk randje ook aan. Ook heel oprecht denk ik, omdat jullie zelf ook heel erg aangeven, je eigen kwetsbaarheid ook wel erin leggen. En ik wil eigenlijk met jullie praten over van, nou ja, jullie kiezen dan de vorm van een video. Ik ken vooral de kunstkritiek uit die lange artikelen uit kunstbladen en Groene Amsterdammer en dat soort dingen. Waarom is die videokunst nou, of de videovorm voor jullie nou, de juiste vorm om die kunstkritiek te leveren? Ik denk dat het vanzelf gaat, want soms zeg je dingen op een bepaalde toon en dan kun je daarmee duidelijk maken dat je het satirisch bedoelt of zo. En dan, dat gaat heel natuurlijk. En ik denk dat praten, het is gewoon vanzelfsprekend. Je praat toch al de hele dag. Dus dan kun je er ook net zo goed een camera op zetten en dan gaan we studeren wat er gebeurt als je dat gaat editen. En een structuur. Want je filmt het liefst ook momenten waarop mensen een beetje off-guard zijn. Hè? Waarbij je ook mensen niet eens doorhebben dat er gefilmd wordt. Je hebt ook wel een filmpje gemaakt waarbij je telefoongesprekken opneemt. Die vrij heftig zijn, waarbij je iemand heel erg confronteert met bepaalde vooringenomenheid in de kunst. Ja, nou dat is een goed voorbeeld. Dus die jongen die begint dan allemaal dingen te zeggen die je ook in zo'n artikel zou zien staan. Hè. Dus dan is het van de standaard manier om kunst te verdedigen. Maar omdat je dan de paniek eigenlijk in zijn stem hoort, krijgt het een hele andere betekenis. Dus het is wel een interesse voor hoe mensen hun stem gebruiken. En. Het is ook het ongemak. En dat is een beetje het pijnlijke opzoeken. Dat is wat ik in de filmpjes ook proef. Ongemak bij jezelf en ook het ongemak bij misschien de dogma's of de clichés in de kunstwereld. Is dat het? Ik weet niet of je echt zou zeggen het ongemak opzoeken. Dat zijn gewoon hele ongemakkelijke mensen.
Ja, ik denk wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat er een camera op je staat, dan ga je alweer nadenken over wat het is dat je doet. Dus alles wat je doet is al een soort performance. Wat we hier ook eigenlijk aan het doen zijn. Hè? Laten we het even meteen doorbreken. We zitten hier voor 3 camera's. Ja. En we moeten een gesprek voeren dat wij in de kroeg ook hebben gevoerd. Ja. Dus dat wil ik graag, want het was een leuk gesprek. Ja, nou ja, dat kan dus niet. Dus je gaat nadenken over hoe kan ik eigenlijk een bepaald soort sfeer opnieuw creëren. En ik denk op het moment dat je dus beslist om iemand op te bellen en eigenlijk aan te spreken op wat hij doet, dan ga je nadenken over hoe je dat eigenlijk, hoe dat ook iets wordt wat leuk is om naar te kijken. Ja. En dan krijg je eigenlijk een beetje zo'n Isha Meijer gevoel waarbij iemand gewoon door zo'n traject moet worden gesleept. Waarbij hij aan het begin zichzelf als onschuldig zag en aan het eind daar echt over moet gaan nadenken. Maar jullie vinden het dan ook niet erg om zo iemand te laten spartelen en nog eens eventjes, als iemand op de grond ligt, nog eens eventjes daar een extra laag kritiek overheen te smeren, toch? Dat komt omdat zwakte een taboe is geworden in de kunst. Dus iedereen is evenveel waard, iedereen is een kunstenaar, iedereen is waardevol in het culturele circuit. Maar je hebt natuurlijk heel veel zwakke culturele spelers. En daar mag je eigenlijk niet over praten, omdat dat respectloos zou zijn. Dus soms wil je gewoon laten zien hoe dom iemand is eigenlijk. Of hoe slecht een kunstenaar is, of hoe onderdachte galeriehouder bezig is of zo. Ja. Want dat is eigenlijk wel misschien ook een teken van de tijd, dat mensen over het algemeen, het idee van, ook op scholen bijvoorbeeld, van je bent een winnaar, je mag geen wedstrijdjes meer doen, want dan is er altijd, er zijn de verliezers en dat is pijnlijk. Er staan geen stomme vragen. Ja, er staan geen stomme vragen inderdaad. Is dat misschien ook een beetje een cultuurkritiek die je daarmee wil leveren? Het is een reactie op die cultuur, denk ik. Dus dan is het gewoon leuk om dat te doen. En die cultuur domineert dus ook de kunstwereld heel sterk. Ja, nog een soort meer positief idee van alles is goed en alles is interessant en alles is een expressie van iemand en iemand doet ertoe. En ja, ik hoop natuurlijk dat de kunstwereld gewoon de maatschappij is, maar dan nog erger. Waarom hoop je dat? Omdat je dan altijd de kunst kunt gebruiken als die petri dish. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Ik zit toevallig in de kunstwereld. Misschien als je in een andere bedrijfstak zit, dat je precies hetzelfde meemaakt. Maar ik ben natuurlijk al heel lang daarin, dus ik ken die wereld een beetje. Want even heel kort, maar jullie achtergrond is, je bent archeoloog. Ja. Maar wel op die manier ook geïnteresseerd in de kunst. Daar komen we zo denk ik nog even op. En jij hebt ook, je hebt een kunstopleiding gedaan, of niet? Ja. Toch? Mm-hmm. Ja, Rietveld. Rietveld zelfs, ja. En daar liep je al tandenknarsend rond met van dit is niet hoe ik kunst zie, of is dat daar ontstaan? Of? Nou, dat viel wel mee. Dat is natuurlijk ook, want je bent dan jong en je wordt dan eigenlijk geconfronteerd met wat dan nu als kunst beschouwd wordt. Dus als je bijvoorbeeld in de 19e eeuw naar een kunstopleiding zou gaan, dan zou je gewoon leren schilderen, realistisch schilderen. Ik chargeer nu een beetje. Ja, ja. Maar als je nu naar een opleiding gaat, dan ga je eigenlijk leren hoe je jezelf moet ontdekken en hoe je jouw medium, wat bijvoorbeeld ook wattenstaafjes kunnen zijn of iets anders of je eigen arm. Ja. En dat moet je dan op een soort introspectieve manier gaan ontdekken. En daarin zit dan een soort modernistische essentie. Daar moet je een expressievorm voor vinden. Een soort waarheid, ja. En je komt natuurlijk een heleboel van die docenten tegen. En dat zijn eigenlijk allemaal een soort van exponenten van die artistieke ideologie. En daar leer je dan daar zit je dan naar te kijken 4 jaar lang. Dus dat is heel interessant. En dat raakt meteen weer aan op een filmpje dat ik heb gezien waar jij heel erg in beeld komt als de archeoloog. Want jij hebt eigenlijk, Kate, jij hebt een soort theorie over dat heel veel kunstenaars, niet allemaal denk ik, maar heel veel kunstenaars in de beeldende kunstwereld een soort archeologen zijn geworden. Waarbij ze eigenlijk vooral gaan presenteren aan het publiek wat ze in de wereld vinden, toch? Dat is een beetje jouw take. Ik zag een filmpje over de Appel. Ja, dat klopt. Een kunstruimte in Amsterdam die inmiddels failliet is, misschien dankzij jullie, geloof ik. Nee, die is failliet, maar dat was al aan de gang. Maar dat klopt inderdaad. Die kunst die je daar op dat moment ziet, dan zie je inderdaad heel erg dat een kunstenaar haar eigen soort van bijzonderheid probeert te illustreren aan de hand van vondsten die zij zogenaamd heeft gedaan. Dus dat zijn loop je de tentoonstellingsruimte binnen en dan ligt daar een twijgje gedoopt in brons. Of er liggen soort van zelfgemaakte fossiele. Dat soort esthetiek eigenlijk. En ik zag potjes met allerlei grondstoffen of zo, wat ook heel ja, dat is een andere. Dat is een andere kunstenares die verpulvert dan een bepaald voorwerp. En dan alle verschillende verpulverde materialen, die zetten dan op een rij in een glazen potten. En dan, zeg maar, dan kun je eigenlijk kijken naar de zogenaamde essentie van dat voorwerp. Dus het is een soort opgraving van een modernistisch
principe op dat moment. Dus je krijgt de essentie te zien, omdat het verpulverd is. Maar het doet ook denken aan dat je bijvoorbeeld pollen hebt verzameld of zoiets. Dus er zit ook iets in van dat die fiets, in dit geval was het dus een fiets, ja. Zelf ook weer door haar handeling een capsule is die de toekomst in wordt gecatapulteerd. En daar aan de hand van daarvan kunnen mensen zien wat voor samenleving wij nu hebben. Zoiets. Dat is dat archeologische aspect dat heel erg romantiserend omgaat met het heden, alsof het al een verleden is. En dat heeft natuurlijk met een soort apocalyptische clichés te maken eigenlijk. Ja, dat is misschien ook iets waar we zo over komen, want dan ga je ook een beetje naar het antropoceen, toch? Dat, die theorie. Maar wat ik nog wel aardig vond aan het filmpje, van dat je dan ook een soort opmerking hebt van ja, het is eigenlijk alsof een kunstenaar die dat doet, hè, die dus die materialen zo presenteert, zo van in een soort rauwe of pure vorm. Dat is eigenlijk je trok de analogie geloof ik met een kind dat dan op strand met de ouders aan het spelen is en dan een schelpje heeft gevonden en dat laat zien dan aan de ouders. En dan de ouders dan zeggen, goed zo, braaf, goed zo, mooi gevonden, wat ben je toch ontzettend goed. En dat het een beetje is in essentie wat kunstenaars doen op die manier. Vat ik het misschien verkeerd samen? Nee, dat klopt wel, denk ik. Ik denk dat het idee is dat de intentie het belangrijkste is. Kijk, Als je een kind hebt, dan wil je het liefst dat het een creatief, intelligent, gevoelig kind is. Dat inderdaad met mooie schelpjes aankomt zetten. En als die schelpjes dan niet zo mooi zijn, dan nog is het heel mooi dat kind dat doet. Want dat heeft een soort van belofte voor hoe dat kind zich gaat ontplooien. En die belofte is, zeg maar, je hoopt op een gegeven moment dat kunstenaars die belofte gaan inlossen. Maar tegenwoordig is het echt zo dat de intentie of die belofte het onderwerp wordt van het kunstwerk. Dus en daar moet je als toeschouwer op een bepaalde manier ook respect voor hebben. En ik denk dat Kirak heeft er heel erg mee te maken met dat je dat respect niet a priori accepteert. En als je dat niet doet, dan kom je eigenlijk vanzelf in ongemakkelijke situaties terecht. Je zoekt het niet eens op, maar het is een houding die, waarbij eigenlijk die dingen op je afkomen. Maar ik vond het zo grappig, want ik ben geen kunstkenner of kunstcriticus, maar ik heb altijd het idee van de kunstwereld, omdat het naar de plek waar bij uitstek clichés of taboes doorbroken kunnen worden en clichés geslecht. En terwijl als ik jullie filmpjes zie, dan denk ik, wacht eens even, er zijn zoveel blijkbaar taboes waar jullie mee, die jullie doorbreken door daar inderdaad met een heel open houding te komen met een camera en gewoon vragen te stellen. Of gewoon op een andere manier naar te kijken. Door gewoon na te denken over wat je nou voor je ziet bijvoorbeeld. En wat daar de bedoeling van achter kan zijn geweest. Verbaast je dat er nog zoveel taboes zijn? Of dat er bij uitstek in zo'n taboeloze wereld als kunstwereld dat er juist taboes zijn? Nee, het zou natuurlijk een illusie zijn om te denken dat omdat de wereld vrij is geworden, dat er dan geen taboes meer zijn. En ik denk dat de kunstwereld nog steeds de plek bij uitstek is om dat te doorbreken. Want daarom kunnen wij doen wat wij doen. Het is ook in de vorm van kunst natuurlijk, ja. Ja, in principe is het een open wereld waar er heel veel ruimte is, omdat het er ook allemaal niet zo toe doet. Ik bedoel, er gaat niemand dood als wij een kunstenaar aanpakken. Er zijn natuurlijk wel echte belangen, want die persoon heeft een carrière enzo. Maar het is toch... Dus het blijft ook een beetje een arena, zoals sport. Een beetje spel eigenlijk dus. En dus je kunt daar eigenlijk dingen oefenen. Dus het is, ik denk wel dat het die plek is. En wordt het ook zo gezien? Want je krijgt natuurlijk wel behoorlijk wat kritiek ook. En behoorlijk wat boze reacties, kan ik me zo voorstellen. Van mensen die vinden dat je te ver gaat of wat dan ook. Ja. Zie je dat dan ook als een onderdeel van het spel? Of als een roep om je tot de orde een poging om je tot de orde te roepen of zo? Of neem je dat juist als een soort aanmoediging om door te gaan en te blijven poeren in, ik geloof dat Belle Beck heeft gezegd wel eens van een goede schrijver. Volle midden mikken? Een goede schrijver is geloof ik iemand die de vinger in die wond steekt en gaat poeren, zoiets, in de samenleving. Hoe zie je dat, die kritiek die jullie daarmee krijgen op je kunstkritiek? Ik weet niet of ik Kirak eigenlijk, daar moet ik toch ook aan Welbeck denken, die denk ik ook echt zijn persoonlijke trauma's op een prachtige manier heeft gebruikt. En als het ware projecteert op die samenleving en daar dan een wond van maakt en dan begint te roeren. Ja. Dus dat is ook heel persoonlijk, denk ik, voor hem. En ik denk dat wij eigenlijk nog veel meer eigenlijk wonden ook aan het zoeken zijn of zo. En een beetje eromheen dansen. Dus ik denk dat het op een bepaalde manier lichter is. Ik heb geen antwoord op je vraag. Ja, wel, ja, nee, ik snap wat je bedoelt, maar zou je nog dieper willen gaan dan? Is het een weg onderweg naar een soort Wellebeckiaanse totale overgave van waarbij je
Oh, echt, ik weet niet als of kunstenaar ik getraumatiseerd en mijn karakter sterk genoeg is om op die manier, zoals Welbeck dat doet, een trauma te exploreren, te hebben, artistiek gezien. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat Welbeck een onderwerp van ons zou zijn. En dan zou ik hem recht willen doen in de fantastische kunst die hij maakt. Ja, en in die zin ben je dus vooral nog ook een journalist, zijn jullie vooral ook journalisten en scheppende kunstenaars, maar van een soort metakunst, namelijk de kunstkritiek die jullie maken. Ik vind het echt artistiek gemaakte filmpjes ook, dus dat is, ja. Je kan niet zeggen dat het puur poontachtige filmpjes zijn van makkelijke bites, soundbites halen of zo. Er is echt over nagedacht. Ja. Dus je bent een soort mengvorm tussen een journalist en een kunstenaar, ja. Denk ik. Nou ja, ik denk dat Pound is een hele interessante vergelijking, omdat ik denk dat wat wij doen komt voort uit een gelijksoortige impuls. Dus je voelt de behoefte om bepaalde dingen niet te respecteren, omdat dat die vorm van respect eigenlijk alles doodslaat. Ja. Maar vervolgens is natuurlijk de vraag wat je ermee wil doen als je dat niet respecteert, bepaalde dingen niet respecteert. En ik denk dat voor ons heel, heel belangrijk is dat we echt iets tot de bodem willen uitzoeken. Dat het een soort, we meten ons aan ons onderwerp. En het liefst willen we ook onderwerpen die aan ons gewaagd zijn. Dus daar zit heel erg een dialectische inslag in. Je zoekt er eigenlijk een onderwerp waarbij je kan zeggen dat je misschien wel bij uitstek degene bent die het kunstwerk serieus neemt. Ja. Toch? Dus het is niet, je zei cynisch aan het begin van het gesprek, maar het is helemaal eigenlijk absoluut niet cynisch in die zin dat het heel idealistisch is in de mate waarin je iets serieus durft te nemen. Jezelf serieus durft te nemen, maar ook je onderwerp. En je kiest geen makkelijke slachtoffers dus blijkbaar, je kiest nou ja, soms wel. Soms wel, maar ik denk dat mag eigenlijk geen regel zijn op een bepaalde manier. Dus als je een zwak slachtoffer hebt, dan neem je die ook even serieus als een krachtig slachtoffer, maar je traject is anders. Dus je reageert heel erg op je onderwerp. Je onderwerp bepaalt op een bepaalde manier ook weer hoe jij daarmee omgaat. Het is een beetje moeilijk voorbeelden noemen als ik nu niet. Nou ja, dus, maar er zit ook een bepaalde mate van fantasie in. Want in onze aflevering over Renzo Martins, de Hollandse kunstenaar die naar Afrika gaat om arme mensen te redden. Ja. Dan dichten we hem eigenlijk een hele ruime, complexe, perverse persoonlijkheid toe. Ja. Maar dan kom je hem 3 weken later tegen in de biologische supermarkt. En denk je van, oh, dat is eigenlijk een hele simpele gast. En volgens mij heeft hij de helft begrepen van wat we over hem hebben gezegd. Dus je fantaseert ook vijanden. Je hoopt eigenlijk dat die slechte kunstenaars geniale monsters zijn. Zoals je ook kunt hopen dat Trump een geniale vernietiger is van Amerika, van de wereld. Terwijl het misschien eigenlijk gewoon een narcistische energie is, die simpel is. Ja. Ik chargeer nu een beetje. Ja, niks op je maar, ja. Juist dat filmpje over Renzo Martins, dat was inderdaad een film waarbij hij maakt een film en gaat naar Afrika. En dan gaat hij daar Enjoy Poverty, heet die geloof ik, die film van hem. Ja, dus hij gaat naar Afrika en hij gaat zeggen, ik wil deze mensen echt helpen. Er komen hier constant journalisten en die verdienen geld met armoede fotograferen. Die mensen, die zwarte mensen, moeten zelf hun eigen armoede gaan fotograferen. Ik ga ze trainen en dan kunnen ze zelf geld verdienen. Ja. Maar dat mislukt natuurlijk, want het hangt nog allemaal aan veel andere factoren vast. Hij weet van tevoren al dat het gaat mislukken, maar hij doet toch alsof hij werkelijk oprecht denkt dat die poging kan slagen. En dat faalt dan en dat is dan... En wij gaan eigenlijk onderzoeken wij gaan eigenlijk beschrijven volgens mij wat dat is. Dus dat je een soort van aanname doet waarvan je al weet dat die gaat mislukken. En dat toch nog een soort heroïsheid in zit, een soort ludiek kracht of zo. Nou goed, dan moet je die aflevering kijken. Ja, dat is sowieso, is dit gesprek een slap aftreksel daarvan, want die aflevering is heel goed gemaakt. Wat ik me daarbij wel opviel, dat wilde ik even noemen, van dat het zo, dat ik zelf als kijker ook moeite had om te snappen waar, niet om het filmpje van jullie te snappen, maar wel om te snappen waar jullie nou precies bevonden. Van was het nou een makkelijke afzeiker van Renzo Martins? En dan op een gegeven moment kom je erachter dat niet is. Dat je eigenlijk heel erg serieus neemt wat hij aan het doen is. Waar we het net ook over hadden, je neemt de kunstenaar serieus in wat hij wil. En vervolgens meet je hem eigenlijk ook af aan zijn eigen standaarden of zoiets. Hè? Dat lijkt me en dat is als kijker best verwarrend soms bij Kierak. Omdat je dan denkt dat je naar een soort poundachtig ludiek filmpje zit te kijken. En dan intussen krijg je opeens sympathie voor de kunstenaar over wie het gaat. Dan denk je, oh ja, maar hij doet wel wat en hij probeert het. En het is ook wel weer interessant wat hij doet. En wat dat betreft doet Kierak ook alweer recht aan het kunstwerk. Dat was meer een observatie die ik had. Ik denk ook dat het heel erg een reactie is op een bepaald soort modeverschijnsel van nu. En dat is
de houding van nonchalance. Dus als ik met mensen van mijn leeftijd of jonger omga, dan merk ik dat nonchalance en een soort van, dat is cool. Of zo. Je gaat niet te veel ergens in investeren. Dus als je iets afkraakt, dan doe je dat door het te negeren. Ja. Of door het eigenlijk in één woord te omschrijven. Dus heel weinig aandacht te geven. Terwijl, volgens mij, wat wij willen doen is juist datgene waar je dus, wat je dus bijvoorbeeld niet goed vindt. Dat je echt bij jezelf nagaat van wat is dat dan. En dus dat je echt niet nonchalant bent in je kritiek, zou ik maar zeggen. En dat is ook een beetje... jullie snijden ook best ingewikkelde thema's aan. Hè? Je hebt ook een soort, er zit ook een soort politieke component natuurlijk altijd aan kunst. Van wat de kunstenaar reflecteert op hoe de samenleving in elkaar zit. Zeker in de moderne kunst, denk ik. En vervolgens kijken jullie dan weer naar hoe die kunstenaar dus naar de samenleving kijkt. Is het jullie bedoeling om juist bij het politieke weg te blijven? Of is het juist heel goed dat we wat meer ook politiek in kunst verweven? Bijvoorbeeld als je het hebt over, we hebben altijd al even over het antropoceen. Dat is een ingewikkelde term voor, volgens mij, als ik het goed heb begrepen, het tijdperk waarin wij leven, waarin de mens eigenlijk de aarde heel erg bepaalt. Hè? Ja, de dominante factor. De dominante factor is op de aarde. Dus laten we zeggen, de afgelopen, wat is het, 100, 200 jaar? Ja, mensen zeggen sinds de industrialisatie. Ja. Maar het verschilt een beetje. En daar gaan jullie ook wel een beetje op in, volgens mij, in die filmpjes. Namelijk dat kunstenaars heel erg worstelen natuurlijk met het feit, met duurzaamheid en met... klimaatverandering, denk ik, dat ook een thema is. Is dat iets wat je dan juist op een apolitieke manier probeert te benaderen? Of is het prima dat jullie politiek standpunt innemen? Ik denk dat het vooral heel erg gaat over dat het heel belangrijk is om te weten wanneer je iets niet weet. En dat heel veel kunstenaars zich op dit moment voor een bepaald soort karretje laten spannen zonder dat ze dat zelf doorhebben. Welk karretje? Namelijk tegen racisme, tegen opwarming van de aarde. Allerlei grote thema's die heel wezenlijk zijn. Maar waarvan het eigenlijk heel moeilijk is om daar echt iets over te zeggen wat al waar is. En wat vaak bovendien niet iets is waar je al voor of tegen kan zijn. Het is vaak iets zo complex dat het eigenlijk... Als je het als kunstenaar gaat beschouwen, dan moet je het ook echt beschouwen. In plaats van dat je het op een geopineerde manier... behandeld. Anders dus dat wordt het je zegt cliché voor ofzo. Of tegen. Ja, dan wordt het gewoon een cliché. En dan, ben je eigenlijk gewoon propaganda aan het bedrijven. Is dat iets waar jullie altijd tegenkeren, tegen propaganda bedrijven? Is dat iets wat de alarmbellen doet rinkelen? Ik ben heel geïnteresseerd in propaganda. Het is natuurlijk fantastisch om naar goede propaganda te kijken. Maar ik denk maar dat moet wel goede propaganda zijn. En dat is zeldzaam. Ja. Ja, elke categorie is ook weer een gereedschap. Dus als je kunst aan het maken bent, dan ben je daarin vrij. Maar de bedoeling is wel, het is interessant als je dat doet op een bewuste manier. Dus het kan zijn dat wij op een gegeven moment een stukje propaganda verwerken in een kierak. Maar dat is dan onderdeel van de betekenis van het werk. Ook die keuze voor dat medium eigenlijk. Ja. Terwijl als je... Als de kern van een kunstwerk is dat de kunstenaar goed wil zijn en dus ook de juiste mening gaat verkondigen, bijvoorbeeld racisme is slecht, dan is daarmee nog niet zo erg veel gezegd, behalve dat een soort van conventie is. Het is ook vaak iets, ikzelf ben ik dan iets meer in de opinierende kant van het publieke domein, van het publieke debat actief. En ik vind het vaak niet interessant om dat soort dingen te zeggen. En dan wordt mij verweten dat ik niet genoeg antiracistische uitspraken doe of zo. Of anti-Trump uitspraken doe. Maar ik denk van ja, als er iets heel erg duidelijk is, dan hoef ik daar toch niet meer over te schrijven. Dat is een beetje mijn eigen instelling. Maar dat kan soms heel erg verkeerd geïnterpreteerd worden. Alsof van, oh, hij durft het niet over te hebben. Of hè, als er een aanslag wordt gepleegd, zoals onlangs in Engeland tegen moslims, dan moet je daar dan heel erg tegen uitspreken. Omdat je anders de suggestie wekt dat je eigenlijk wel met zo'n rechtsextremist eens bent of zo, of dat je dat wel begrijpt. En dat is heel vermoeiend. Je bent de hele tijd aan het, ik geloof dat het in het Engels virtue signalen heet, dat je de hele tijd heel hard aan het roepen bent hoe goed je wel niet bent, of hoe erg je deugt. Het woord deugen wordt daar tegenwoordig veel voor gebruikt. Dat is wel iets waar, denk ik, sommige kunstenaars ook last van hebben. Dat ze heel duidelijk willen maken dat ze aan de goede kant staan van de geschiedenis. Soms op het potsierlijke af misschien, kan dat? Ja, en dan moet je gewoon niet mee laten. Ja, en ik denk ook dat het iets is wat de laatste jaren heel sterk is geworden, die neiging.
dat het nu zo eigenlijk zijn toppunt heeft bereikt. En dat we nu, ik denk dat, het, dat we daar niet zo heel lang meer last van zullen hebben. En dat je natuurlijk wel in die ontwikkeling, zijn er mensen omhoog geschoten als paddenstoelen, zoals Pauwnieuws, maar ook Kirak is daar, die reageren op dat klimaat. En de uitdaging is natuurlijk om op een gegeven moment om daar vrolijk doorheen te komen of zo. Ja, zonder dat je zelf weer als fout te boek staat misschien. Ja, of niet als fout, maar om eigenlijk inventief genoeg te zijn om niet alleen maar op die emotie daarop te... Wat je een beetje bij Milo ziet, dat je bijna bang bent, dat je hem eigenlijk heel leuk vindt, zijn energie, maar dat je bijna bang wordt dat hij weer helemaal verteerd wordt door hoe afhankelijk hij van linkse idioterie is om zichzelf te kunnen manifesteren. Want goede kunst is dus vaak links. En dat is een beetje ook een cliché dat jullie ook een beetje doorbreken. En tegelijkertijd hebben wij ook wel eens eerder gesproken over rechtse kunst. En wat is dat dan precies? Nou ja, ik heb ook linkse gevoeligheid. Als ik arme mensen zie en leed zie, dan heb ik daar gevoelens bij. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld, als je een goede schrijver bent, een heel mooi boek schrijven, zoals Mist het een straf, wat erover gaat. En dan beschouw je dat en dan ga je ook praten over hoe het is om die gevoelens te hebben ten opzichte van ellende en het gevoel dat je daar misschien iets aan wil doen, bijvoorbeeld. Maar dat is heel wat anders dan dat je een boek gaat schrijven waarin je alleen maar zegt dat armoede nu beëindigd moet worden en wie de schuldige daarvan is. Ja. En dus links is... Dat is helemaal opgeschoven. Links is ook synoniem geworden voor engagement. Of andersom, engagement is per definitie, zeker in de kunstwereld, denk ik gewoon een linkse bezigheid. Zonder dat ik daar nou een negatief oordeel over heb. Maar dat is toch zo, eigenlijk. Dat is toch altijd... In Amerika liberals, in Nederland socialisme of vergelijkbaar of de social justice warriors, zoals het nu heet. In ieder geval je kwaad maken over onrecht wordt gelijk geschaard met links. En dat wordt dan gezien als engagement. Is er een vorm van rechtsengagement denkbaar? Ja, ik denk dat, ja, jawel, denk ik. Nou, het zit hem eigenlijk in de opheffing van het, zoals het nu wordt geïnterpreteerd, begrip rechts, begrip links, denk ik. Ik denk dat je ziet nu heel erg dat eigenlijk kinderen die groeien nu op met een soort zo vastomlijnd idee over wat links en rechts inhoudt, zonder daar eigenlijk de historische significantie van te begrijpen. Ik denk bijvoorbeeld Dostoevsky is een schrijver die je daar heel erg bij helpt eigenlijk om te laten zien wat dat socialisme nou eigenlijk, hoe zich dat heeft ontwikkeld en hoe mensen daar in de tijd dat het zich ontwikkelde, over spraken, wat de voor's en de tegens zijn, die heel wezenlijk zijn natuurlijk. Daar kan je echt over nadenken. Het is een heel filosofisch probleem. Mm-hmm. Terwijl nu is het allemaal voldongen feiten en zijn twee en het een plaatsen. Is niet meer met het ander te verenigen. Het houdt elkaar ook niet meer... Het zou elkaar in balans moeten houden, maar dat doet het niet meer, zoiets. Hey, ik zit me af te vragen, ik vraag van is er nou ook... Nou, je hebt heel veel, in Amerika nu heel veel kunst tegen Trump die wordt gemaakt. En soms zelfs tot aan het zogenaamd afhakken van het hoofd van Trump en dat soort scènes. Maar is er dan ook een geëngageerde vorm van kunst pro-Trump mogelijk? Dat is volgens mij iets wat Milo die je net noemde. Ja, hij is zeker een artistieke impuls. En Trump zelf is natuurlijk ook een kunstenaar. Of is het een kunstwerk? Ja, of hij nou zelf... Kijk, de mate van zelfbewustheid van een kunstenaar... Dat is eigenlijk ook weer een soort van linksprobleem. Dus dat de kunstenaar zelf verantwoordelijkheid zou moeten hebben over de mate waarin hij bewust is van zijn intenties, van zijn bedoelingen. En ik denk die veronderstelling dat je als kunstenaar weet wat het effect zal zijn van je werk en wat jouw bedoelingen zal zijn. Hè. Dus dat wederom Renzo Machtig, die wil dat onder controle houden. Ik wil dat mijn kunst gaat over het helpen van mensen. Volgens mij dat kan volgens mij helemaal niet. En het is in ieder geval heel erg problematisch. En zodra je ook maar een beetje op een bewuste manier daarop gaat reflecteren, dan zie je hoe complex dat eigenlijk is om daar controle over te hebben. En ga je dat ook onmiddellijk ook loslaten om die ruimte te krijgen om daar op een beetje een fatsoenlijke manier, of een goede manier op te kunnen reflecteren. En ik denk dat... Daar ben ik de raad eraan kwijt. Nou, ik zat al met de vraag van meer concreet van, is het gewoon mogelijk dat er een kunstenaar is die een kunstwerk maakt met de boodschap... minder vluchtelingen in Nederland. Of een Amerikaans kunstenaar die een boodschap maakt met Build That Wall aan de grens van Mexico. Ik noem even een voorbeeld. Ik kan me wel voorstellen dat het voor een kunstenaar interessant is om zoiets te roepen en dan eigenlijk te kijken wat de betekenis is van zo'n uitspraak. En dat is provocatief dus. Ja, dat is dus, dan ben je geïnteresseerd in provocatie. En je kunt ook zeggen, nou, ik voel me ongemakkelijk op straat en ik wil met dat gevoel iets doen.
Maar om als kunstenaar te zeggen dat jij een oplossing weet, namelijk minder buitenlanders of zo. Ja, precies. Ja. Dat, ja, simplistisch. Dat is een beetje simplistisch en ik ben er ook niet zo in geïnteresseerd. Nee, maar dan geldt dus hetzelfde voor de kunst en daarmee zijn jullie ook wel consequent in volgens mij. Maar dat geldt hetzelfde voor de kunst andersom. Dus van alle vluchtelingen welkom als boodschap in een kunstwerk. Dat is natuurlijk onzin. Is ook helemaal niet interessant kunstkritisch gezien. Het is politiek een statement, het is misschien propaganda, maar het is niet een... Nou, het gaat natuurlijk wel over gevoelens. Of het is een artistiek gevoel dat jij iedereen in je op wil nemen en dat je een soort moeder wil zijn. En dat dat categorisch imperatief over de hele wereld wordt uitgewaaid en dat iedereen mag komen. Dat, ik kan me voorstellen dat in de fantasie van een kunstenaar, dus iemand die veel fantasie heeft en eigenlijk weinig rationeel nadenkt, dat dat een soort van een beeld is. Ja. Als fictie is het natuurlijk een interessant idee, dat gewoon alle grenzen open en zo. En misschien in de realiteit ook wel, dat kan ik helemaal niet beoordelen. Maar, ja. Maar er moet dus wel een extra laag van analyse liggen of een meer beschouwende kant zijn aan het kunstwerk om het interessant te maken, anders is het gewoon een propagandistisch statement. Dat is eigenlijk een beetje wat zowel voor links als rechts kunstenaar zou gelden, denk je. Ja, maar ik kan me ook een outsider artist voorstellen die helemaal knettergek is en een heel lachend fantaseren is over open grenzen. Dat zou misschien ook wel gekke, interessante dingen kunnen opleveren. Ja. Ja. Ik wil even door op de kunsthandel. Mm-hmm. Want dat is een tak van sport, een hele competitieve en zware wereld volgens mij. Een heel interessante wereld, waar jullie ook in zitten en waar jullie ook in de zin van dat je daar rondloopt en filmt, je hebt die galeries en die musea en zo. En je, die kunsthandelaren zelf, galeriehouders, komen er niet altijd goed vanaf bij Kirak in jullie filmpjes. Maar tegelijkertijd hebben jullie ook een soort, worden jullie ook omarmd door die kunsthandel. Je hebt wel eens verteld dat er wat kunsthandelaren zijn die het heel interessant vinden wat jullie doen, die jullie uitnodigen om juist expliciet om filmpjes te komen maken. Het had bij mij een beetje, ik had een beetje het metafoor in mijn hoofd van een soort van een paard in een wei staat die last heeft van een horzel, maar die juist die horzel omarmt in plaats van hem dood te willen meppen. Ja. Waarom worden jullie omarmd door die kunstwereld die jullie zelf zo kritisch beschouwen? Hoe werkt dat? Wij zijn de horzel. Jullie zijn de horzel dan, okay, ja. Dat, of de luizende pels, of verzin een andere metafoor, maar dat is toch een beetje, als ik de verhoudingen goed zie, hoe kan het dan dat ze zo welwillend zijn om jullie zelfs uit te nodigen en te steunen in wat jullie doen? Waarmee ze zichzelf hun eigen geloofwaardigheid op het spel zetten, want jullie maken ze in jullie kritiek behoorlijk gehakt van ze. Nou, je hebt heel erg een onderscheid, denk ik, tussen dealers, mensen die echt in kunst handelen en die daarin bij zelf een beetje op de achtergrond blijven, maar gewoon vooral ook bijvoorbeeld contacten onderhouden met verzamelaars. En je hebt mensen, galeristen, die veel afhankelijker zijn eigenlijk van het traject van een kunstenaar en dat een kunstenaar loyaal aan ze blijft. En daar rondomheen ontstaat veel meer een soort van web aan sociale constructies en regels waar die galeristen zich onderling aan moeten houden en waar die verzamelaars zich vervolgens ook aan moeten houden. Dus dat is een hele fijngevoelige wereld, zou ik maar zeggen. Maar dan heb je ook gewoon mensen die eigenlijk een beetje hun gang gaan als dealers en die gewoon een paar deals per jaar moeten maken om als het ware te overleven. En die vervelen zich gewoon en die vinden wat wij doen leuk. Is dat het? Ja? Is het zo simpel? Ze vervelen zich en ze... Nee, die vervelen zich met diezelfde verhaaltjes die je steeds maar hoort. Over waarom een kunstenaar bijvoorbeeld goed is of niet goed. Of de verkooppraatjes en de... Ja, het is... Ja. Grappig. En dat is dus een reden om jullie zelfs ook ten koste van de eigen naam misschien wel te omarmen. Want er gebeurt tenminste wat, is misschien ook een soort PR-mechanisme, dat er dan meer, als er ophef is, als het in opspraak komt wat zij doen, dan is het ook interessanter in de kunstwereld. Ja, dat is ook een beetje een battle, zo van kom maar, probeer dat dan maar kapot te maken. Dus ja. Dus ja, ze organiseren hun eigen kritiek eigenlijk, waar ze dus via andere kanalen te weinig aan hebben. Ja, misschien hopen ze dan ook wel een beetje controle te hebben over mij en Kate. Dus laatst werden we uitgenodigd door het Stedelijk Museum en dan vraag je je ook af of dat nou is, omdat ze eigenlijk een beetje willen weten wat gebeurt er nou en misschien kunnen we ze een beetje containen. Ja. En dat is natuurlijk heel leuk om te merken. En dan ga je wel? Of tuurlijk, ja. Dan... Ik ben heel geïnteresseerd daarin. En dan voel je je ook vrij om te zeggen wat je wilt. Je voelt want we begonnen het gesprek met een mooie opmerking van Kate die ik niet meer kan reproduceren, maar waarin je iets zei van ja, je moet de waarheid durven zeggen of zo. Hè? Je moet een soort vrij durven spreken. Dat is iets wat jullie proberen. Maar op het moment dat je uitgenodigd wordt, dan ben je te gast. Op het moment dat iemand je misschien ook financieel wil steunen, dan heb je een afhankelijkheidsrelatie. Dan wordt het heel moeilijk om vrij te spreken natuurlijk.
over de kunst die daar hangt. Dat moet je gewoon onderdeel maken van je bewustzijn, denk ik. Ik denk, je bent nooit onafhankelijk. Dus als je, zoals Kierak begint, dan beginnen we een beetje in de appel. En dat is natuurlijk een soort van, de appel was op dat moment stond op omvallen. Kunstcentrum, en we zijn daar tegen aan het aanschoppen. Ja. En we zijn echt, op dat moment zijn we echt een beetje die randfiguren. En op een gegeven moment, nou ja, wordt dat minder. Je wordt minder marginaal. En het feit dat je een randfiguur brengt bepaalde vrijheden met zich mee. Maar het betekent ook dat je veel meer geneigd bent om met soort van provinciale irritaties je bezig te houden. Daar inderdaad in te blijven roeren. Terwijl als je met een art dealer aan tafel zit en je bespreekt kunst met hem, dat hele gevoel verandert. Je bent niet meer die marginaal. Of minder. En dus is dat klimaat in je en om je heen letterlijk veranderd. En dat betekent niet dat je op dat moment niet meer integer bent. Ik denk dat je integer bent zolang je eigenlijk erkent wat je eigen klimaat is, als het ware. Als je begrijpt wat ik bedoel. Niet helemaal, maar je liet een woord vallen waar ik even aan moest denken. Dat provincialisme, wat je zei, dat is dus het provincialisme van de kunstwereld. Van een soort... Ja, dus als je... Kleinzerigheid of zo. Als je begint, dan ben je een soort... je bent een beetje een anti-agent. Ja. Je hebt anti-gevoelens en die uit je en dat probeer je op een leuke manier te doen. En op een gegeven moment word je toch een beetje toegelaten en dan is die impuls er niet meer. Dus dat zou ook niet oprecht zijn om die impuls vervolgens nog weer opnieuw op een soort kunstmatige manier vast te houden. Dan wordt het een soort gimmick of zo, een trucje dat je uitvoert. Precies, dus je wil je de hele tijd blijven verhouden tot die omgeving waartoe je behoort. In het begin was dat meer een soort van buitenstaander verhouding en nu begint dat te veranderen. En dan wil je gaan kijken van, wat is dat contact dat ik heb met iemand waarmee ik aan tafel zit? Wat betekent het dat ik nu met deze dealer over zijn werk zit te praten? Wat betekent zijn ego of haar ego? Dus dat zijn gewoon weer nieuwe onderwerpen. En dan... Dus om het concreet te maken, je gaat niet zoals Pauw Nieuws altijd recalcitrant blijven. Maar misschien wil je wel gewoon een verandering, wel een beetje... Want bij Pauw Nieuws is dat wat eentonig geworden, al vrij snel. Ja, want zij zijn eigenlijk nu establishment geworden. Ja. Maar ze moeten nog heten doen alsof ze dat jongen... Ze lopen daar in de Tweede Kamer nog steeds rond met een roze microfoon. Nou, een voorbeeld is, als een kunstenaar mij niet wil spreken en ik kan alleen maar afgaan op zijn werk, dan ga ik fantaseren over, aan de hand van dat werk, over wat die kunstenaar moet zijn. Terwijl ik heb een documentaire gemaakt over een kunsthandelaar in Los Angeles, die gaat 30 juni in première, 2017. En die liep mij toe in zijn huis. Dus een heel andere verhouding die je hebt tot iemand. Dan kan ik namelijk echt hem gaan bestuderen, in plaats van dat ik, als het ware, mijn fantasie moet gebruiken om te extrapoleren. Want je hebt ook wel eens tegen me gezegd van, jullie zien de kunstwereld een beetje als een biotoop, die je onderzoekt als bioloog of antropoloog, duik je in die biotoop. En in het begin begrijp ik, waren jullie echt outsiders die dat echt gingen kijken van, nou, hoe lopen die miertjes hier nou zo en hoe werkt dat en daar een beetje... kritisch naar kijken. En nu ben je zelf onderdeel geworden en kom je bij de grootste art dealers thuis, kunstdealers thuis in Los Angeles en dan ben je opeens niet meer het gecastricum van de kunstwereld, maar dan ben je, ja, wat ben je dan eigenlijk? Een soort onderzoeksjournalist? Die mensen hebben op een bepaalde manier natuurlijk ook zo'n leven, ik zal altijd een luis blijven vergeleken met, laten we zeggen, de omzet en de belangen die zo'n man heeft. Dus je blijft altijd een beetje klein. Hij vindt het wel grappig om daarmee te spelen een beetje. Voor hem is het... En hij wil natuurlijk ook laten zien dat het hem niet kan deren. Dat hij zo'n dikke huid heeft, dat. Ja. Maar je blijft altijd een soort jester, denk ik. Maar mijn droom is ook wel om koning te worden. Hoe dan? Via de weg van kunstkritiek? Koning in de kunstwereld? Is dat een, Ja, je zult dan denk ik op een gegeven moment een soort van mee moeten gaan doen in echt het waarderen van kunst. Of het bepalen van prijzen. Of onderdeel worden van de handel. Zeg maar, dan... Want je hebt natuurlijk aan de ene kant een soort van de kunstkritiek of praten over kunst. En je hebt gewoon handel. En daar gaat gewoon ongelooflijk veel geld in om. En zolang je eigenlijk in die kritiek zit... Ja, dat is ook op een bepaalde manier vrijblijvend, denk ik. Dus dat ik denk dat het heel wezenlijk is. Want ik bedoel, voor jou en voor mij is het wezenlijk, maar voor die mensen niet zo. Maar het is het is een instrument. Ik bedoel, als je kijkt naar Rasputin, die gebruikt religie om zichzelf in een situatie te nestelen. En dat zal hij heus niet alleen maar als een soort van opportunistische situatie hebben beschouwd. Dat is ook zo gegaan. Mm-hmm. Terwijl in onze samenleving is een van de grootste onderliggende vrijheden is dat je kritiek mag leveren. Daar is onze samenleving als het ware op gebaseerd en dan helemaal in de kunstwereld. Het idee is
dat je altijd kritiek mag leveren. Je mag alles zeggen. Intussen is dat natuurlijk, blijkt dat als het ware moeilijk, maar het is altijd nog altijd een vrijheid die je hebt. Ik bedoel, Stefan en ik worden niet opgepakt en in de gevangenis gezet als wij iets ongewelvallig zeggen. Dus voor ons is het niet alleen een behoefte, maar het is ook een soort van troef die wij hebben eigenlijk als zwakke buitenstaanders, ja. om onszelf naar binnen te werken. Dus het is alleen zo denk je er gaandeweg niet over na. Op een gegeven moment denk je er wel zo over na, maar dan ga je weer afvragen, wat is dat eigenlijk? Oh, ja. Er was nog één onderwerp dat ik wilde behandelen. Vanwege de tijd maak ik even een wat onnatuurlijke sprong daarnaar als we hier niks meer over te zeggen hebben. Namelijk, dat is die gedachte, ik had het al een beetje over links en rechts, maar dat ging wel over politieke kunst. En nu gaat het vooral over het idee wat er komt vanuit, nou, misschien moeten we zeggen nieuw rechts of zo. Hè? Voornamelijk een voorbeeld Thierry Baudet van Forum voor Democratie, die dan het idee heeft van de renaissance vloot waarvan hij het vlaggenschip wil zijn. Hè? Dat is een beetje zijn beeldspraak. En hij is natuurlijk ook bekend geworden met kritiek op moderne architectuur, met kritiek op moderne kunst, op atonale muziek. Eigenlijk heel veel dingen die jullie ook kritisch bespreken in de kunstwereld, daar heeft hij ook echt meermaals in verschillende boeken en interviews heeft hij daar afstand van genomen. En hij wil eigenlijk terug naar een soort schoonheidsideaal van de 19e eeuw, van voor de Eerste Wereldoorlog, voor die verwoesting, wat hij ziet als de grens tussen de tijd van de schoonheid, van de mooie kunst, schone kunst, en de tijd van de moderne kunst, van het absurdisme en de lelijkheid en de omarming van de lelijkheid. Nou, dit is even zijn theorie. Hoe verhoud jij je daartoe? Hoe verhouden jullie daartoe met Kirak? Is dat een realistische eis? Is dat een vorm van kunstkritiek die jullie kunnen omarmen? Of? Ja, ik vind atonale muziek heel erg inspirerend, omdat het een uitwas is van het verlichtingsdenken en van het zeg maar, van doordenken van muziek. Maar die muziek is natuurlijk vreselijk om aan te luisteren, maar als symptoom... Dus dat herken je wel? Ja, als symptoom is het fantastisch om te bestuderen, maar je gaat liever naar Mozart. Maar moeten we niet willen dat er nu weer een nieuwe Mozart opstaan in de conservatoria? Dat kan helemaal niet, dus daarom is dat ook idioot om te denken. Dus je zult toch, en daarin ben ik misschien wel gewoon een postmodernist, die puinhopen moeten toch gaan gebruiken als materiaal. Want er is helemaal geen traditie meer van componeren of schilderen in die zin. Ik bedoel, realistische schilders waar dan Thierry het over heeft, die kunnen helemaal niet... Ja, die kunnen wel iets na-illustreren eigenlijk. En die doen een soort van stijltje, maar dat heeft natuurlijk niks met schilderkunst te maken. Dus het realisme is geen oplossing voor de weg uit de lelijkheid? Niet als fetish. Dus niet zo van, oh, we gaan realistisch schilderen en het moet allemaal realistisch worden. Dat is natuurlijk of tonale muziek. Of ja. Nonsens. Traditionele architectuur. Componisten uit de 20e eeuw die tonaal hebben gecomponeerd, Gershwin of zo, weet ik veel. Dat is wel leuk, maar het is natuurlijk echt kinderspel vergeleken met... Maar moet het iets zijn om na te streven? Moet het? Nee, we hebben die kunst al. We hebben die mooie kunst uit die tijd al. We kunnen al die schilderijen en die stukken bekijken. Volgens mij moet je... Ja, het is heel absurd om te zeggen, oh, we gaan weer net zo... Het is ook onzin natuurlijk. Hè? Dus dat zou hetzelfde... Ja, wat een gek verlangen eigenlijk. Maar het is eigenlijk geen gek verlangen. Het is heel begrijpelijk dat je dat wil. Dat je weer die glorie wil of zo. Maar mooie gebouwen, mooie muziek. Het probleem is dat je niet weet hoe die glorie eruit ziet. Dus dat je op een inherente manier dat artistieke proces of culturele proces aan moet gaan en dat je nog niet weet wat eruit komt. Dus want ik proef een beetje om vooruitgang in de kunst te blijven behouden, om ergens naartoe te gaan, moet je dus niet teruggrijpen op dat verleden wat onhaalbaar is. Ik denk dat wat jij net zei is eigenlijk heel belangrijk. Dus dat je van tevoren niet weet, moet weten, kan weten. Hoe dat gaat klinken. Hoe het klinkt of hoe het eruit ziet. Het ontstaat. Het is een reactie op een situatie. Mozart die componeerde voor de keizer. Dus het is... Het is allemaal zo specifiek en zo complex dat je, als je gaat zeggen, ik ga nu doen wat Mozart deed, dan leg je jezelf al een gigantische beperking op. En daarbij komt nog de beperking van het feit dat je niet in die lijn van die traditie staat. Dus je hebt helemaal die achtergrond niet. En dat is natuurlijk, vooral bij muziek maken, is dat echt... een kind moet op zijn vierde beginnen, maximaal, om die achtergrond mee te krijgen. Ja. En in het geval van Thierry is het vermoeiend, omdat hij wederom kunst als tool wil gebruiken. Als een soort van propagandamachine van rechts is ook cultureel en rijkelijk. En we gaan dat gewoon weer op een voetstuk zetten. Terwijl hij gebruikt kunst eigenlijk als illustratie van iets. Of zo zou het moeten zijn. Maar ik vind hem wel heel leuk. En ik vind het verlangen, begrijp ik ook heel goed. Het is een hele praktische oplossing. Het is een praktische filosoof. We hebben ook als discussie gehad, nog even nog groter dan alleen maar of je...
Mozart of Gershwin mooi moet vinden, of dat je juist moderne atonale muziek moet omarmen of zo. Maar nog groter is eigenlijk de vorm van die kunst. Ik bedoel de schilderkunst, de traditionele beeldhouwkunst, de traditionele symfonie bijvoorbeeld in de klassieke muziek. Zijn dat, we hebben het ook wel eens in de discussie gehad, dat zijn eigenlijk niet meer de vormen volgens jou, volgens jullie misschien, waarin je in de moderne tijden, zelfs ook in de toekomst, een kunst moet bedrijven. Je moet ook de vormen die door de tijd worden gegeven eigenlijk gebruiken. Is dat wat je... Zeg ik het zo goed of niet? Soms. Moet niks. Een meesterwerk zoals de Vijfde van Beethoven is iets wat in die tijd voorhanden was. Dat waren, hij had de instrumentarium om een meesterwerk te maken in die vorm. In deze tijd, wat zou een meesterwerk zijn? Wat is een meesterwerk? Wat is een groot meesterwerk op dit moment in de kunst? Eigenlijk zou je gewoon zeggen dat het misschien technologie of zo, de smartphone. Nee. Is dat simpel? Nee. Ja, ik vind het begrip meesterwerk sowieso heel problematisch, maar dat is een super saaie discussie, denk ik. Ja, oké, maar... Ik denk dat mensen hebben... Kunstenaars nu lopen eigenlijk rond met een trauma dat het modernisme heet, op een bepaalde manier. Dus het basisprincipe is dat je op een kernachtige manier... Of dat je de kern gaat weergeven en dat je daarvoor een bepaalde... materiaalkeuze maakt waarmee je dat gaat doen. En dat heeft zich als het ware ingehaakt op een soort regenboog-nazi-filosofie, waarin iedereen eigenlijk ook weer vertegenwoordiger wordt van zijn ras of van zijn, geslacht, et cetera. Dus super gesubjectiveerd eigenlijk. Ja, dus je krijgt eigenlijk een soort gender modernism of zoiets. Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Waarin als je een vrouw bent en je gaat naar de kunstacademie, dan ga je een manier zoeken om jouw ervaring als zijnde vrouw bijvoorbeeld in op een hele kernachtige wijze. Wordt identity arts eigenlijk. Ja, met een modernistische uitvoering. Dus ja. je zoekt een kernachtige manier om dat te omschrijven. Dus je hangt een hele grote roze doek op, daar doe je een soort scheur in en dan is dat een enorme vagina en dat gaat dan over de vrouw. Dat, zoiets. En mensen, als je nu naar de kunstacademie gaat, dan leer je ook heel erg om op die manier over het artistieke probleem na te denken. En ik denk dat de enige ruimte die er kan zijn voor iemand om als het ware weer echt wat te gaan maken, wat als het ware niet meteen in een hokje valt en daarmee onbelangrijk is, is door gewoon eigenlijk jezelf te bevrijden van het idee dat er überhaupt een probleem is. En dat het enige wat je kan doen is jezelf op een soort oprechte manier te verhouden tot datgene wat jou interesseert. Maar komen op die manier... Ja, oké, maar wat je interesseert is ook heel subjectief. We komen op die manier wel een beetje uit dat... Uit dat afgegraasde dal van die identiteitskunst eigenlijk. Is dat een manier om daar je aan te onttrekken? Hoe gaat de kunst verder? Misschien moeten we zo gaan afronden. Maar hoe sluiten we nou af met een beetje hoopvolle blik op de toekomst van de kunst? Is dat... Ik heb ontzettend veel plezier hoor, met die identity art. Ik bedoel, dat is een ontzettend vruchtbare bodem. Het is gewoon compost. Dus er is volgens mij helemaal geen probleem. En ik zie helemaal niet die troosteloze vlakte. Ik denk dat het niet gezond is om te veel op Facebook naar al die soort van bullshit te kijken of zo, maar... Welke bullshit bedoel je dan? Van kunstkritiek of van... Ja, weet ik veel wat, dat weer zo'n meisje zo'n flat is omgekomen die dan zwart is en daarom super soulful. Met hele lullige foto's die ze op Venetië Biennale en dat zij dan... Ik bedoel gewoon die machine of zo. Dus die kunstprojecten, verschrikkelijke... leuk om daar nog lang op in te gaan eigenlijk, maar... dat is gewoon... Maar het is ook heel. Er zit ontzettend veel energie in. Ja, voor jullie is er natuurlijk genoeg terrein voor kunstkritiek. Dat is het probleem niet, denk ik. Ja. Toch? Want dat is het. Maar uiteindelijk hoop je ook. Je levert ook kunstkritiek omdat je hoopt dat de manier waarop jullie over kunst nadenken. Dat dat ook een beetje terugkomt in interessante kunst. Ja, een vergelijking zou zijn om te kijken naar. Eind 19e eeuw, waarin je een soort romantiek, klassicistische schilderkunst hebt, zoals Bouguereau. Mm-hmm. En de impressionisten die daar eigenlijk weer op reageren. Omdat Bouguereau eigenlijk een soort van zoet verhaal vertelt. Een soort zoet romantische beelden die eigenlijk aansluiten bij een soort nieuwe
hoge middenklasse. Ja. Die ook weer aspiraties hebben naar grote naties en dat soort zaken. Ja. En kunstenaars, mensen met een, eigenlijk die eigenlijk iets willen uitdrukken, die voelen zich, zij hebben zich daar niet in thuis gevoeld, omdat het eigenlijk van tevoren dan al vast staat, wat ga je afbeelden? En dat impressionisme was een manier om daar eigenlijk mee om te gaan. Je gaat weer jouw eigenlijk ervaring van de werkelijkheid ga je als onderwerp nemen. En ik denk dat nu eigenlijk opnieuw kan gebeuren en daarmee. Film is daar natuurlijk een soort heel goed medium voor. Je filmt de realiteit en daarmee is dat ook jouw ervaring van de realiteit. Camera is een oog. Ja. En dat is weer een reactie op eigenlijk die kunst die de hele tijd met een conclusie die van tevoren al duidelijk is. Dus ik denk dat een vorm van realisme, daar zit natuurlijk wel wat in. Of een vorm van expressionisme, realisme. Dat op een bepaalde manier nu heel veel mogelijkheden biedt. Ja. Om kunst te maken. Maar hoe dat er dan uitziet. Dus je wilt die boeken Rome met die mythologische beelden van mooie vrouwen in een soort paradijs. Dat zijn eigenlijk de genderpolitiek kunstenaars van nu. Die doen een soort van standaard verhaaltjes. En jij zegt, we gaan gewoon met Degas, we gaan echt kijken naar hoe voel ik me ten opzichte van een prostituee. Ja. We gaan echt kijken hoe is dat nou om in die syphilis sfeer te. Ik zeg maar even wat. Ja. En daar gaan we kunst over maken. En wij hebben dan niet zoals Degas die prostituee is, maar eigenlijk die verziekte, zwak gemaakte identity politics, Babylon bijtjes, mensen die zoomen rondom die ingestorte toren van Babylon. Ja. En die daar profijt uit halen en daar, dat is de biotoop eigenlijk, kernachtig samengevat, dat is de biotoop die jullie dan weer bestuderen. Ja. En toch hoop ik dat er op die ruïnes van die toren toch weer nieuwe bouwsels verschijnen, want dan kan ook Kirak zichzelf op lange termijn blijven vernieuwen. Ja. Maar ik moet het hierbij laten. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek en ik zie uit naar jullie volgende video's. Dankjewel. Dankjewel.